Yo Nintendo fans, ik ben weer terug met een hele nieuwe rubriek op dit kanaal. En bij een nieuwe rubriek hoort natuurlijk een nieuwe look. Of ja, eigenlijk is dit mijn oude look. Dit is mijn look van 8 maanden geleden. De baardloze Rick. Ik weet het, ik lijk gelijk 10 jaar jonger. Ik vraag me alleen af of ik nu nog serieus word genomen. Als ik al überhaupt serieus werd genomen. In ieder geval een heel nieuw format video's genaamd Ricka Praat. En in deze video's wil ik gewoon met jullie praten over dingen voor de Nintendo Switch. Ja, lekker algemeen, Rick. En vandaag wil ik jullie een tip geven. Of eigenlijk 3 tips. Namelijk, welke 3 games je sowieso niet moet kopen voor je Nintendo Switch, omdat ze gewoon crap zijn. En dan heb ik het niet over games waarbij je van tevoren al weet dat ze crap zijn. Zoals bijvoorbeeld 1-2-Switch. Je weet wat je in huis had. Dit is gewoon een demo om je te laten zien hoe tof de Joy-Cons zijn. En eigenlijk als je dat weet, is het dus helemaal niet zo slecht. Alleen 1-2-Switch was gewoon te duur in het begin. Dus niet dit soort games waarvan je misschien weet dat het niet de allerbeste games zijn. Nee, games waarvan je veel verwacht en uiteindelijk onwijs blijken tegen te vallen. En hou je vast, want ik heb 3 games uitgekozen en het zijn 3 games van boegbeelden voor Nintendo. Ja, en dit doet dus best wel een beetje pijn. Hebben jullie ook games in huis gehad waarvan je achteraf denkt, nee, dit was zonde van mijn geld? Drop het dan even in de comments en doe alvast dat blauwe duimpje omhoog voor deze video. Met welke zal ik beginnen? Ik begin met een game die tegelijk uitkwam met 1-2-Switch en met The Legend of Zelda Breath of the Wild. Het beste Nintendo Switch game voor mij nog steeds. Maar het is Super Bomberman R. Dit was niet heel goed. Maar waarom was dit niet goed, Rick? De camera in deze game was tergend. Normaal gesproken in de oude Bomberman games die ik heel veel heb gespeeld met vrienden, kijk je van recht boven op het speelveld. Bij Super Bomberman R is het zo dat je vooral in de Adventure Mode, in de Story Mode, een beetje van schuin bovenaf op het level kijkt. En dat werkt niet lekker. Op een gegeven moment wilde ik ergens naartoe lopen en dat lukte niet. En ik vroeg me af, waarom kan ik hier nou niet naartoe lopen? En toen bleek dus dat het gewoon een etage hoger zat waar ik naartoe wilde. Dus moest ik ergens een soort van trappetje vinden. Ik weet niet zo goed, er was een verhogingje te vinden, maar ik kwam daar niet naartoe. Het was echt super weird. En ik vind het jammer, want Super Bomberman is gewoon echt een icoon voor mij. Hoeveel ik dit niet met vrienden heb gespeeld vroeger. Elkaar lekker trollen. Het was fantastisch. En ik hoopte dat deze game dat dus weer zou worden. Nou zit er op zich wel een leuke versus mode in, waarin het wel oké is. Maar gewoon de adventure mode, de story mode, waar je toch een beetje hoge verwachtingen van hebt, was het gewoon niet. Daarnaast is het volgens mij de enige, of in ieder geval een van de weinige Nintendo Switch games gemaakt door Konami. Konami heeft Silent Hill gemaakt. Metal Gear Solid. Inderdaad, de Super Bomberman games. Pak even mijn aantekeningen erbij. Oh ja, Castlevania en Pro Evolution Soccer, wat ik vroeger ook veel heb gespeeld. Wat is er aan de hand met Konami? Het gaat niet zo goed met Konami. En dit had best wel weer een pareltje kunnen zijn. Vooral omdat hij dus als eerste uitkwam toen de Nintendo Switch uitkwam. Heel veel mensen wilden gewoon deze game erbij hebben. Had nou gewoon een goede Bomberman game gemaakt, dan was je gewoon weer terug. Had je jezelf op de kaart gezet, hadden mensen het misschien nu nog wel gespeeld, maar volgens mij is er bijna niemand die Super Bomberman R nog speelt. En dat is jammer! Door naar de tweede game, en dat is ook echt een boegbeeld. Het doet gewoon pijn. Sonic Forces. Dit is geen beste Sonic game die nog best wel veelbelovend begint. Je mag namelijk je eigen character maken en dat is best wel leuk in een Sonic game. Je mag ook wat abilities uitkiezen, is ook wel nice, maar dan. Dan begint op een gegeven moment de gameplay. En dan moet je ergens naartoe rennen. En ja, je kent het wel van Sonic. Het gaat snel. En het is niet erg. En Sonic is moeilijk. En dat is ook niet erg dat Sonic moeilijk is. Ik hou op zich wel van moeilijke games. Daar zal je straks nog wel even achter komen bij de volgende game. Want dat is een pijnlijk puntje bij die game. Maar wat ik zeg, Sonic mag best wel moeilijk zijn. En dat is die. Maar hij is onrechtvaardig moeilijk. Je bent aan het rennen en opeens staat er van alles op je pad wat je nooit hebt aanzien kunnen komen. Je kan
er maar half overheen springen of doorheen rennen, omdat het level design gewoon niet oké is. En bij Sonic is het allerbelangrijkste dat het level design wel oké is. Dat dat gewoon tof is, dat het uitdagend is. Ja, het mag moeilijk zijn, maar als ik een fout één keer maak, dan wil ik hem de tweede keer wil ik hem niet maken, omdat ik het snap en omdat het lukt en omdat ik er doorheen kan komen. Maar in deze game lukt dat niet, omdat het level design gewoon niet oké is. Ik kom hier echt niet doorheen. Ik heb hem volgens mij 3 uur lang de kans gegeven op een stuk wat misschien normaal gesproken 1 uur of 1,5 uur zou moeten duren. De frustratie zat zo hoog. Ik kon er echt niet meer tegen. En Sonic is ook gewoon een boegbeeld in de wereld van gaming en in de wereld van Nintendo geworden. Daarom doet dit me zo pijn. Ik wil gewoon een toffe Sonic game. Denk even terug aan die GameCube tijden. Toen had je Sonic Heroes, wat ik al best wel tof vond, en Sonic Adventure 2. Die waren echt goud. Dat waren echt hele leuke Sonic games. De GameCube is een fantastische console met leuke Sonic games. De Nintendo Switch is een perfecte console zonder echt toffe Sonic games. Oké, Sonic Mania vinden sommige mensen vet, maar dat zijn eigenlijk gewoon de oude Sonics van vroeger, van de Sega. En die zijn niet voor mij, ik hou er niet zo van. Ik vind 3D Sonics toffer dan 2D Sonics. Ik zie je denken, ja, ik ben een van de weinigen die 3D Sonic games toffer vindt dan 2D Sonic games. Ik kan er niks aan doen, dat is nou eenmaal mijn mening. Populair tegenwoordig, hashtag mijn mening. Je kan van alles zeggen op het internet tegenwoordig. Als je er hashtag mijn mening overheen zet, dan mag je alles zeggen ofzo. Ik vind dat trouwens heel erg raar. I said I don't think that he's good for you. How do you know what's good for me? That's my opinion! Beledig mensen niet op het internet, jongens. Houd gewoon netjes. Ja, arme Sonic, Knuckles, Tails. Sorry man, deze game doet het niet mee. Het level design is echt slecht. En toch leg ik je netjes weg, want ik ben zuinig op mijn spullen. En dan heb ik op mijn rug nog 1 game die je gewoon beter niet in huis kan halen. Tenzij je je zoontje van 4 of je dochtertje van 3 wil leren gamen. Het is Jigglypuff! Nee, het is niet Jigglypuff, maar hij lijkt wel op Jigglypuff. Kirby Star Allies. Sorry Jigglypuff, jij hebt je eigen game niet. Kirby heeft het wel, maar je kan je afvragen of je deze game in huis moet halen. Ik zou het niet doen. Deze game is nog best wel duur. Volgens mij is die nog steeds 60 euro. En het hele punt van deze game is dat die gewoon veel te makkelijk is. De naam van de game zegt het al. Je hebt Star Allies. Oftewel, hele goede bondgenoten. En die bondgenoten zijn te goed. Jij hoeft eigenlijk alleen maar van links naar rechts in het level te lopen. Voor de rest hoef je bijna niks te doen. Ja, af en toe moet je een paar nieuwe bondgenoten recruteren. Maar dat is het dan ook wel. Want die bondgenoten, die hulpjes van jou, die doen letterlijk al het werk voor je. Je hoeft bijna niks zelf te doen. De moeilijkheidsgraad in deze game is niet easy, is niet super easy, maar is gewoon onmogelijk om niet uit te spelen binnen 6 tot 8 uur of zo. En wat vind ik het jammer dat dit uiteindelijk geen uitdagende game is geworden. Het is geen eens een hele slechte game hoor. Het is echt geen slechte game. Maar hij is gewoon veel te makkelijk. Je rent er gewoon echt doorheen. En waarom vind ik het nou zo jammer? Omdat Kirby een boegbeeld is van Nintendo. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal Super Smash Bros. Gespeeld. En jullie weten dat iedereen is overgenomen door een kwaadaardige vijand. Iedereen heeft van die felle lampjes, van die felle lichtjes in zijn ogen. En iedereen is keihard evil geworden. Behalve Kirby. Kirby is de held van Super Smash Bros. Kirby staat in deze game boven Mario, boven Link, boven noem het allemaal maar op. Kirby is de eindbaas. Kirby moet zijn eigen goede game krijgen, jongens. Kirby overleeft alles. Waarom moet je alles zo makkelijk maken voor Kirby als Kirby toch wel alles overleeft, terwijl alle andere Nintendo-helden blijkbaar falen? Kirby kan echt wel wat hebben. Hij ziet er zo super schattig uit, dat roze kleine bolletje, maar stiekem is Kirby een dikke, dikke eindbaas. Maak nou eens moeilijkere Kirby-games, Nintendo. Of is het gewoon jullie bedoeling dat Kirby voor mensen is van 3, 4, 5, hooguit 6 jaar. Samengevat had ik echt hoge verwachtingen van deze games. Ik heb vroeger zoveel Bomberman gespeeld op de Super Nintendo dat ik hoopte dat Super Bomberman R echt een dikke game werd. Maar helaas. De 3D Sonic games op de GameCube waren fantastisch en ik had gehoopt dat Sonic Forces dat ook weer zou worden. Dat oude tijden zouden herleven. Maar nee, hij is vrij onspeelbaar door het slechte level design. En als laatst hebben we Kirby. Kirby games zijn over het algemeen altijd wel makkelijk, maar Kirby Star Allies spant echt de kroon. Hierbij hoef je gewoon bijna niks te doen om de game uit te spelen. Jongens, ik hoop dat jullie dit een hele leuke aftrap vonden van Rikka Praat, waarin ik met jullie ga praten
over Nintendo Switch zaken. Drop ook even in de comments wat jullie graag voor Rikka Praat zouden willen zien voor de volgende video. Doe even dat blauwe duimpje omhoog, gooi even die support omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je meer Nintendo Switch video's wil zien. En als je mijn live wil zien gamen, volg me op twitch.tv/rikkatu. Dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!